251 TV is bij een voetbaltoernooi en is het vijfde Johanneshof onder de 11 top tournament FC Castricum. Arthur Oosthoek, jij bent een van de organisatoren. En we staan vlak voor die finale tussen AFC 34 en Forestus. Is dat een verrassende finale? Nee, dat is geen verrassende finale. Het is wel een beetje een gedroomde finale. AFC 34 en de Forestus. Nou, en dat is het geworden. En het is leuk dat er twee ploegen zijn uit de buurt. De organisatie had een vooruitziende blik. Nou ja, dat is op zich ook weer niet zo heel moeilijk. Want je kent de kracht van de verschillende ploegen. En sommige ploegen vallen dan toch wel weer mee en andere vallen wat tegen. Maar wij wisten wel dat deze ploegen heel ver zouden kunnen komen. De finale is tussen AFC en Forestus. Hier staan de aanvoerders al klaar en het hele team om het veld te betreden. Melle Roede, Melle, je kijkt er een beetje zenuwachtig bij, maar ben je dat ook? Ja, ik ben wel zenuwachtig. Hoe komt dat, joh? Nou, je moet gewoon eerste worden en gelijk met die beker mee naar huis. En welke kwaliteiten gooit jouw team in de strijd? Nou, strijdlust en tactiek? En tactiek. Goed overpassen. Dat kunnen we helemaal goed. Oké, en Mats Bolten, dat heb je allemaal gehoord. Jij staat er een beetje stoerder bij. En jij bent al overtuigd van de overwinning? Nee, nog niet zeker, maar we gaan er vol voor. Wat zijn jullie sterke punten? We snelle spelers voorin en we spelers die de bal eroverheen kunnen geven. Oké, dat is jullie tactiek? Ja. Nou mannen, veel succes. In de afloop gaan we horen wie de gelijk heeft gekregen en wie de grote beker in ontvangst mag nemen. En daar betreden de finalisten het veld. AFC 34 uit Alkmaar en Forestus uit Heilo. Hoe groot is dit toernooi? Nou, vrij groot in die zin. Er doen 16 ploegen aan mee, maar het zijn wel top amateurploegen. De meeste ploegen komen uit de top 100 van amateur jeugdopleidingen. Dat houden we ook een beetje als leidraad aan. En daarna zijn er iets van 18 spelers op dit toernooi actief die volgend seizoen bij een betaald voetbalorganisatie in de bak gaan. Dus dat geeft wel een beetje aan wat voor kaliber hier rondloopt. Hoe komt het dat jullie zulke mooie teams kunnen aantrekken? Nou, ten eerste is dit toernooi heel erg goed georganiseerd, strak georganiseerd. De spelers en begeleiding krijgen een lunch in de sporthal. Het is allemaal gratis, je hoeft geen inschrijfgeld te betalen. Ja, en dan zie je gewoon dat clubs graag komen en dat gaat een beetje van mond tot mond. En dit soort toernooien, dat brengt ook altijd talenten met zich mee. Hebben jullie dan daar ook een oog en neus voor en geven jullie dat door? Wij geven niks door en de betaald voetbalwereld zit zodanig in elkaar. Die weten precies waar de talenten rondlopen. Maar hier staat nu al een tevreden toernooidirecteur. Ja, heel tevreden. Ik bedoel, we waren even bang dat het heel slecht weer zou worden. Nou, dat valt mij. Het is wat winderig, maar ik vind het niet eens zo heel erg koud. Tigo Haastra, jij bent natuurlijk de man of the match, hè? Ja, zeker weten, zeker weten. Hat-trick. Een echte hat-trick, ja. En in de laatste seconde maakte jij het doelpunt. Nou jongens, gefeliciteerd allemaal. En we zien elkaar zo bij de prijsuitreiking. Melle Roede, wat heb jij prachtige prijzen in je handen. Je hebt weliswaar de finale verloren met 3-2. Maar wat voor prijzen heb je nou? De topscorer en beste speler? Ja, beste speler van het toernooi. En daar ben ik ook blij mee. En hoeveel doelpunten heb je gezet in het toernooi? 10. En wat een techniek heb jij. Het doelpunt in de finale, die zat er natuurlijk schitterend in. En op de tribune werd de naam Messi genoemd. Hoe vind je die? Heb je dat eens meer gehoord? Nou, niet heel vaak, maar soms wel. Want je hebt een fantastische techniek. Dank u wel. Vandaar ook jou als beste speler. En wat is jouw toekomst? Waar ga je naartoe? Het liefst naar Barcelona, maar tot nu toe AZ. Is dat je doel later, betaald voetbal worden? Ja. Nou Melle, we zullen nog veel van je horen en heel veel succes met je carrière. Ja, dank u wel. Mats, aanvoerder van het winnende team. Jouw voorspelling is uitgekomen. Mm-hmm. Inderdaad. Hoe hebben jullie ze goed gefixt? Nou, gewoon onze tactiek was vol druk zetten. Niet stoppen.
We waren twee trainers en bijnaam is twee koppen, twee kale koppen niet stoppen. Wij zijn kampioen! 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 Wij zijn kampioen!